allemaal bij een nieuwe Hegeman-vlog. Ja, welkom. Hier zijn we weer. En waar zijn we nu? In Amsterdam zijn we, het Catharina Complex. En we krijgen een mooie rondleiding. Ja, Fred gaat ons laten zien wat ze hier aan het doen zijn. Veel kijkplezier. Nou, ik sta hier met Fred. Fijn dat we mochten komen. Ik ben uitvoerder bij Hegeman. En wij zijn hier met een school bezig voor kinderen met een visuele beperking. Het is een oud klooster geweest, van vroeger uit de jongens- en de meisjesschool. Als je ook naar buiten kijkt, dan zie je een heel complex. Deels is al gerenoveerd, deels zijn wij aan het renoveren en we hebben nog een bestaat. En eigenlijk hebben ze dat opgesplitst voor verschillende doelgroepen. Hier kun je mooi het contrast zien, het bestaande gevel. Oké. En de gevel die nu gereinigd is. Echt een heel erg kleurverschil. Ja. Kijk naar de bakstenen, die zijn dan veel lichter geworden. Dan hebben ze met een speciale methode hebben ze dat eigenlijk schoongemaakt. Okay, echt mooi geworden. Geeft een heel ander, heel licht beeld, vind ik. Het was echt een hele donkere steen die beveld is. Dan hebben ze weer eigenlijk teruggekregen naar de oude staal, zeg maar, hoe het vroeger was. Ja. Ik sta naast Guido. Kun je even kort toelichten wat je doet op dit project? Ik doe de werkvoorbereiding op dit project, samen met Martijn Kosters. Okay. Dus wij regelen alle inkopen en alle voorbereiding voor dat het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden op de bouw. Hoe gaat het tot nu toe? Ah, gaat wel lekker op zich. Het hobbelt lekker door. Ik zei dat het voor kinderen was met een visuele beperking. Ja. Hebben jullie daar nog moeilijkheden mee in dit project of bijzonderheden? Ja, je ziet gewoon bepaalde kleurstellingen dat dat echt een aandachtspunt is voor kinderen. Struikelgevaar, lichtval, verlichtingssoorten. Want wat we hierboven zien, dat is een speciale verlichting. Speciale verlichting voor deze doelgroep. En we kunnen deze per deel kunnen we apart instellen, waardoor je bepaalde lichtvallen krijgt. Ook Okay. Die plafondplaten, dat is puur om wat geluid eruit te halen. Ja. Een tijdje geleden zijn we langs geweest met Catharina en vandaag zijn we even kijken, echt het eindresultaat te bewonderen. Ik heb al rondleiding gehad, mooie beelden gemaakt, erg mooi geworden. Ben je trots? Ja, zeker. Ja. Vooral als je naar het resultaat kijkt en hoe de gebruiker ermee omgaat, hoe het functioneert. Ja. Het is echt mooi om te zien, vooral de kinderen die er lopen. En wat is het meest uitdagend geweest? Ja, je zit hier met een bestaand gebouw om alles goed aan elkaar aan te laten sluiten en de brandwerendheid. Ja. Er zijn echt wel kritieke dingen geweest hier. Ja. Ik denk dat we deze video mooi kunnen laten zien hoe het zeg maar was en hoe het dan uiteindelijk is geworden. En mooi resultaat. Ja.